Dit is Marieke Vermeiren van de Bewustzijnsschool uit Amsterdam. Dit is weer een nieuwe aflevering van de podcast die jij in heel Nederland kan luisteren vanuit je stoel, vanuit de trein, vanuit het vliegtuig, waar je dan ook maar bent. Om jou de tools en de tips en de tricks Inspiratie, informatie en extraordinaire kennis te geven, zodat jij het leven kan leiden en het leven kan vormgeven zoals jij het optimaal voor jezelf voor ogen hebt. Want dat is immers de bedoeling. Keuzes maken. Soms is het makkelijk, soms is het moeilijk en soms lijkt het onmogelijk. Keuzes geven je regie over je eigen leven en keuzes geven richting aan je leven. Keuzes maken geeft lucht en ruimte in je hoofd. En daarom bepalen keuzes de kwaliteit van je leven. Waarom lijkt een keuze maken soms onmogelijk? Zijn de keuzes echt zo moeilijk of laten we ons afleiden? Verlammen we door de overload aan informatie of door de angst om het verkeerde te kiezen? Alle keuzes bij elkaar opgeteld vormen je leven. Je keuzes van vandaag bepalen dus je toekomst. Ik ben Inke van Dijk, ook wel de Choice Consultant genoemd. Ik help mensen keuzes te maken in een tijd dat we keuze te over hebben, bang zijn om de verkeerde keuze te maken en waarin we uiteindelijk niet kiezen. In deze podcast begeleid ik je met een oncomfortabele keuze waar jij graag meer helderheid over wilt hebben in wat je tegenhoudt en wat je volgende te nemen stap is. Hoe kom je nu een stap verder in een vraagstuk van iets dat je graag wilt, maar dat je wordt tegengehouden door angst? We kennen allemaal wel dat je soms voor een vraagstuk staat. Je wilt iets. Bijvoorbeeld een studie kiezen, voor jezelf beginnen of een toffe reis in je eentje maken. Maar je voelt ook dat de keuze gepaard gaat met gedachten als: is het de, de juiste keuze? Wil ik dit wel echt? Of kan ik het wel? Dat kan flinke hoofdbrekers met zich meebrengen. Soms zelfs slapeloze nachten. Je stelt de keuze uit in de hoop dat je tot inzichten komt die je helpen met het maken van een keuze. Maar eigenlijk gebeurt er niets met meer tijd. Integendeel, je hersenen maken overuren, want het wordt nu toch wel eens tijd dat je een keuze maakt. En toch maak je geen keuze, want je weet het niet. Of in ieder geval niet zeker, of je durft niet. Veel mensen stoeien hiermee en ik zie dagelijks mensen in mijn praktijk die niet kiezen. We hebben niet geleerd om keuzes te maken en hoe je tot een keuze komt. We proberen het vooral met ons hoofd te bedenken, maar dat leidt juist tot die onduidelijkheid, onvrede en gepieker. Jij luistert deze podcast omdat je dit herkent en je keuzes wilt leren maken. En ik kan je vertellen dat je vaak al veel meer weet dan je denkt en dat keuzes maken meestal niet zo moeilijk is. We maken het onbedoeld moeilijker dan het is. En vandaag begeleid ik je in deze podcast met een oncomfortabele keuze en het kijken naar wat je tegenhoudt en wat jou dat wil vertellen. Je zal merken dat als je dieper gaat kijken naar je vervelende gevoelens, dat daar een schat aan informatie verborgen ligt. Dat voelt heel oncomfortabel, maar je zult merken dat het helemaal niet oncomfortabel hoeft te zijn. Je gaat kijken en luisteren naar wat je tegenhoudt. Je gaat je hart en je intuïtieve brein laten spreken. Die weten als beste wat goed voor jou is. Je hoofd bedenkt vaak allerlei angsten en gedachtenspinsels waar je niet mee bent geholpen. Je brein, die gericht is op jouw veilig houden. En ja, dat is heel nuttig in situaties als in het verkeer en andere situaties als er echt gevaar dreigt. Maar hoe vaak is er nu echt gevaar? Samen gaan we kijken naar hoe reëel jouw angst is en wat het jou wil vertellen. En er komt dus een lading aan informatie los en deze informatie gaat jou weer een stap verder brengen. Wat heb je nodig? Vijftien minuten in een rustige ruimte en iets om op te zitten als je nu nog niet zit. En natuurlijk een situatie of een keuze waar je meer over wilt weten, terwijl die situatie of die keuze waar je voor staat een oncomfortabel of misschien wel een angstig gevoel geeft. Ik wil je vragen om te gaan zitten als je nu nog niet zit. En als je zit, ga dan rechtop zitten met je rug tegen de leuning en met je handen rustig op je benen. Haal diep adem door je neus. En houd je ademhaling dan even vast. En blaas uit door je mond. Dus diep in door je neus. Even vasthouden. En uit door je mond. Diep in door je neus. Even vasthouden. Uit door je mond. En nog een keer in door je neus. Even vasthouden. Uit door je mond. Sluit nu langzaam je ogen en volg je ademhaling. Je hoeft er niets mee te doen. Je ademhaling gaat vanzelf. Blijf het gewoon volgen. Ondertussen voel je je kleding op je huid. Die zit misschien wat losser bij je benen. Wat strakker om je middel. En je voeten die staan stevig op de grond. Misschien voel je wel een zuchtje wind in je gezicht. Of de warmte van de zon. Of misschien hoor je vogels fluiten. Of andere geluiden. En nog steeds volg je je ademhaling. Neem de situatie waar jij voor staat en die je een oncomfortabel gevoel geeft in je gedachten. De keuze die je zou willen maken. En laat hem voor je zweven. Misschien heeft het een vorm. Of een kleur. Of een gevoel. Misschien heeft het wel een geluid. Je hoeft niet hard op antwoord te geven. Je hoeft alleen maar naar mijn stem te luisteren en de antwoorden te laten komen. Niks forceren. Gewoon laten komen. Je vindt niks van de informatie. Je hoeft er geen oordeel over te hebben. Laat het gewoon komen. Wat wil ik je vertellen? Je denkt aan wat je wilt, aan wat je wilt bereiken, of hetgene dat je wilt doen, en wat weet je daar al over? Welke informatie heb je al? En als er een gevoel is dat je wordt tegengehouden, wat wil je jou dat vertellen? Binnenin jou zit een gevoel dat je wil beschermen. Misschien voel je iets in je buik of in je borst, of een tinteling in je been. Misschien voel je iets heel duidelijks, misschien iets heel kleins. Wat doet het met jou? Wat wil het jou vertellen? Heb je er een beeld bij? En wat gebeurt er als je het beeld dichterbij haalt? Wordt het dan duidelijker, scherper of juist minder duidelijk? is het licht of is het donker? Geeft het je een nieuw perspectief? Een nieuw inzicht. Jij, jij zit vol met talenten, met kwaliteiten, met vaardigheden, allemaal bronnen. Welke bron in jou kan jou helpen? Welke bron, hulpbron bezit jij al die jou kan helpen in deze situatie? Welk talent, welke karaktereigenschap, welke kwaliteit of welke vaardigheid? Wat zit al in jou dat je kan aanspreken? En als je ergens bang voor bent, waar ben je dan bang voor? En als dat gevoel zou kunnen praten, wat wil dat gevoel jou dan vertellen? Is het een reële angst? Is er echt gevaar? Je hebt nu een schat aan informatie verzameld. Wat is je volgende stap nu je al deze nieuwe informatie hebt? Welke stap kun jij nu zetten? Ik ga nu langzaam aftellen van 3 naar 1 en bij 1 mag je rustig je ogen openen. 3, 2, 1. Zet deze podcast even op pauze als je graag aantekeningen wilt maken van de informatie die je net hebt gekregen. Je hebt nu inzichten en meer helderheid gekregen in je vraagstuk. Deze antwoorden zaten al in jou. Je kon er alleen met je hoofd niet bij. Met deze nieuwe informatie kun je een volgende stap nemen. Je kunt deze oefening herhalen met een nieuw vraagstuk door de podcast opnieuw te beluisteren. En het is dan ook weer. Dat je nieuwe informatie krijgt over waar je mee verder kunt. Dank je wel voor het meedoen. En als je meer wilt weten over wie ik ben en wat ik voor je kan betekenen, neem dan een kijkje op mijn website, Nienkevandijk.com. Je kunt een afspraak maken om een vraagstuk in te brengen. En je bent natuurlijk van harte welkom in mijn les Power of Choice, iedere zaterdagochtend in de Oneven Weken bij de Bewustzijnsschool. In de show notes vind je de link naar de kaartverkoop. En in deze les leer ik je hoe je makkelijker betere keuzes kunt maken. Iedere les is een op zichzelf staande les met als hoofdthema keuzes maken. En in iedere les behandelen we dan een ander subthema. Je kunt alle lessen volgen en er iets nieuws uit leren. En je kunt ook een enkele les volgen en daar waarde uit halen. Ik hoop je daar te zien of in mijn coachpraktijk. Warme goed voor nu. Nienke.